Ik heb mijn regenjas aangetrokken vandaag, want het is een beetje druilig. Maar desondanks is het toch een hele mooie dag, want vandaag is de finish van de Europa-run. Deze editie was echt heel speciaal. En dat is echt gekomen. We zijn gestart vanuit Twente. Normaal gesproken of uit Parijs of vanuit Duitsland. Eigenlijk vanuit Bremen. Ja. Maar deze keer was het Twente. En we hadden een route die eerst naar Noord-Nederland ging. Mm-hmm. En daarna weer naar beneden. Nog weer eens een keertje langs Emmen, Almelo. En dan steek je de Veluwe over. En uiteindelijk kom je in Rotterdam. 560 kilometer. Met verschrikkelijk weer. Maar ook met heel mooi weer. Prachtige dorpen die er echt een feestje van maken voor die doorkomst. Met dankbare mensen dat we dit allemaal doen voor hun. En dat was echt, ja, wederom prachtig. Want het is niet de eerste keer dat jullie meelopen? Nee, de Vrienden van Berkel doen het al sinds 2007. Dus ja, zo'n 15 edities. En heeft u allemaal meegelopen? Nee, dit is voor mij de vijfde keer. Wij zitten nu al op ruim 31.000 euro. En de teller die gaat door. We zagen iedere dag weer 1000 euro erbij. Weer een paar honderd euro erbij. Het is echt fantastisch. En volgend jaar weer dan? Volgend jaar doen we weer mee. Absoluut. Opgeven is geen optie. U werd gewoon ten huwelijk gevraagd. Ja, zeker. Een beetje ingelopen grap. Een grap? Ja. Oh? Het is wel serieus hoor. Want waarom was het een grap? Ik had geld gedoneerd en dan zou hij me ten huwelijk vragen op de Coolsingel. Ah. Ze zochten nog sponsor. Maar is het wel je vriend dan? Ja, zeker weten. Ja, ja. Een prachtige dochter. Hoe was het? Het ging eigenlijk hartstikke goed. De organisatie ging hartstikke goed. Alle lopers gingen prima. Geen blessures, geen pijntjes. En ging super soepel. En hoeveel kilometer heeft u gelopen? Ja, met z'n allen 560. Dus iedere loper 70 kilometer. Ja. Want de organisatie, dat duurt echt volgens mij heel lang. Je bent er een jaar lang mee bezig, als ik het goed begrijp. Ja, wij zeggen altijd, we zijn altijd 362 dagen per jaar met het goede doel bezig. En 3 dagen met het Europa Run Weekend zelf. Maar dat klopt. Hoe was het om mee te lopen? Ja, fantastisch. Het was echt een supermooie race weer. Ja. En waarom heeft u besloten om mee te lopen? Het lijkt me altijd waanzinnig om te doen een keer. En dan het doel wat erbij komt, daar heb ik wat mee. Dus uiteindelijk kwam dat bij elkaar en kwam er een plekje in dit team vrij. Ja, ja, dat is zo geweldig. Dat is, wil je eigenlijk niet missen in je leven. Het goede doel is natuurlijk voor de mensen die lijden aan de ziekte van kanker. En iedereen kent denk ik wel iemand. En je heeft denk ik ook wel iemand daar aan denkt. Dus dat is ook wel een reden geweest? Het is altijd een reden geweest, maar ik ben 3 weken geleden mijn moeder verloren. Dus dat is voor mij extra goede reden om aan haar te denken. Ja, gecondoleerd. Dankjewel. Dus het is een heel fijn... Ja, dat vind ik toch niet... Ja, ik heb haar wel heel erg gemist, want ze spoorte mij ook altijd heel erg tijdens de Europa Run. Dus het was heel raar om dat nu zonder haar te doen, maar het was wel heel mooi.